Welkom op mijn kanaal, ik ben Jamila Baidu en ik ken mijn intro niet meer. Wacht even. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe... Welkom op mijn kanaal. Ik ben Jamila Baidu, 29... Ja. Welkom op mijn kanaal. Ik ben Jamila Baidu, 29 jaar. En leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video die veel te lang geleden is. Ja, kijk mensen, als je 44 jaar niet meer op YouTube bent geweest, dan is de kans groot dat je je intro vergeet, blijkbaar. Ik ben nog eens in mijn studio en ik zat hier te zetten. En dan hang ik praten tegen een elder. Even serieus. Aangezien jullie de laatste ruim, ik weet niet, bekend 34 jaar, niks niet meer van mij hebben gezien, buiten dan mijn nieuwe serie Dat Boeit Niet, wat dat trouwens een succes is, en dankjewel voor alle steun. Dan moet ik zeggen, heel veel mensen wisten mijn leven altijd, en op deze punt weet eigenlijk niemand nog iets aan mij, omdat ik dus gewoon letterlijk niks niet meer doe. Allee, ik doe nog wel dingen, maar ik plaats niks niet meer. Nu, ik ben van plan om binnenkort terug elke dag te plaatsen. Ja, je hoort het goed. Hè? Jamila's belofte. Maar ik heb ADDD, dus ik weet niet in hoeverre dat waar is of niet. Maar ik zeg het dat ik het wel op deze moment wil doen. Dat is toch al iets. En... ADD dus. Why is it not on? I need to play something. Oh nee, dat is weer zo'n video waar alles all over the place gaat zijn. Maar dus ik dacht, ik ga gewoon om te starten nog eens een Q&A doen, zodat mensen mij terug een beetje beter leren kennen, voordat ze andere video's kunnen verwachten. Maar voordat we daarmee starten, mensen, ik merk dat jullie allemaal single as fuck zijn tegenwoordig. Ik weet niet waarom, het valt mij op dat heel weinig mensen nog relaties hebben. En ik heb zoiets van, daar moeten we iets aan veranderen. Dus bij deze... ga ik jullie de dating app Fruits voorstellen, wat ik al 40 keer heb gedaan. Weet je, je hebt zo apps like Tinder en dergelijke. En oké, dat is allemaal wel vrij gemakkelijk en weet ik veel wat en toestanden. Maar het is niet accuraat, snap je? En bij Fruits, mensen, is het wel accuraat. Want bij Fruits, als jij een account aanmaakt, dan moet jij dus... aangeven welk stukje fruit dat je bent, want fruits is fruit voor de mensen die geen Engels kunnen. En door dat bepaald stukje fruit in je account te vermelden, zal ik maar zeggen, weet de andere persoon naar wat jij op zoek bent. Dus op die manier leer de mensen kennen die exact hetzelfde als u zoeken. Je verliest geen tijd meer op andere dating apps van duizenden uren aan gesprekken, waar je dan uiteindelijk zegt van, ah, maar dat vind ik toch niet zo fijn. Ah ja, oké, doei. Snap je? Dat is niet oké. Dat is tijdverspilling. We are not living to waste our time. Je kunt eerlijk zijn zonder dat je bang moet zijn voor de reactie van iemand anders. En taboes worden volledig buitengesloten, want op die app is het ook heel duidelijk dat niet alle vrouwen alleen maar op zoek zijn naar een serieuze relatie, maar dat er ook vrouwen zijn die dat gewoon willen. En dat mannen ook niet altijd alleen maar willen. Maar dat die ook gewoon eens een serieuze relatie willen. Dus één stukje fruit is één soort van relatie. Nu, wat hebben we dan? We hebben een kers. En dat is eigenlijk om je wederhelft te vinden. Hashtag true love. Dan hebben we een druif. Dat is om samen een drankje te doen. En wie weet wel meer. Hashtag no one night stand. Dan hebben we een watermeloen. Dat is fruits with benefits. Hashtag sex friends. En dan hebben we een perzik. En dat is natuurlijk om vanavond de lakens mee te delen. Hashtag one night stand. Dus voor de mensen die het nog allemaal niet zo goed snappen, ik zal de app even open doen. En dan kunnen we samen eens gaan kijken hoe dat juist werkt. Natuurlijk voor de privacy redenen ga ik de gezichten van de mannelijke swipers even blurren. Maar we hebben dus deze man. Dat is niet direct mijn meug, dus die ga ik wegklikken. Dan deze ziet er nog wel schattig en lief uit. Ja, dat kan er wel door. Laten we die liken. Dan deze ziet er ook wel redelijk schattig uit. Nu, rechts daaronder staat er bij deze account dus een watermeloen bij. Wat dat dus wil zeggen, dat deze guy dus gewoon op zoek is naar friends with benefits. Laten we hem gewoon even liken en dan kunnen we zien wat er nog allemaal kan gebeuren in de app. Voilà. We hebben een smoothie. Nu, start het gesprek met een sappige vraag. Pluk. En nu moet ik zeggen, en die moeten wij ook allebei beantwoorden. Dus de vragen die ik nu kies, moeten wij alle twee beantwoorden. Hier. Ga je liever naar een film of bowlen? Ik haat de film, we all know that. Dus ik ga bowlen aantikken. En dan is het zijn beurt om ook iets aan te tikken. En dan kunnen we zien of dat dus hetzelfde is. Je kunt ook pas een gesprek starten vanaf dat de andere persoon ook een antwoord heeft gegeven op die vraag. En dan pas kun je chatten.
Dus guys, ik zou zeggen, het is smoothie time voor iedereen. We hebben genoeg gehad van single zijn. Dus wilt je een keer iets anders en iets veel accurater en duidelijker van dating app in de plaats van alle dating apps die dat er nu al bestaan? Download dan zeker even Fruit. In de beschrijving staat een linkje en via daar kun je het downloaden. Nu gaan we verder met de video, mensen, because we are having a Q&A. Ik ga wegens privacy schending de namen van de personen niet vernoemen. Eens even kijken. We hebben hier een eerste vraag. Hoe gaat het met het afvallen? Dat is een vraag dat ik al 3 jaar hoor. En dat zou eigenlijk niet mogen zijn dat dat al 3 jaar duurt, dat mensen die vragen stellen. Maar dat gebeurt dus wanneer dat je op dieet gaat en dan weer opgeeft. En op dieet gaat en dan weer opgeeft. Dus ik geloof er ook in dat er een dag is dat ik het wel kan uithouden. Ik ben nu ook bezig. Ik ben ondertussen 4 kilo kwijt op 2 of 3 weken tijd ongeveer. Ik ben rustig aan het afvallen, traag aan het afvallen. En dat vind ik perfect in orde. Voor mij hoeft dat niet te snel te gaan. Nu, wat is er vorige keer misgegaan? Met mijn laatste dieet ben ik 15 kilo afgevallen. En ik sportte al vanaf de eerste dag. Dus na die 15 kilo kwam ik eigenlijk op een plateau terecht, waardoor dat ik niet meer afviel. Wat ik ook deed. Ook al sportte ik meer, ook al at ik gezonder, ik viel niet meer af. Dus wat doe ik nu? De eerste 15 kilo dat er nu afgaat, doe ik zonder te sporten. En op het moment dat de eerste 15 kilo eraf is, ga ik beginnen sporten om die komende 15 kilo te stimuleren. Zodat ik niet meer opgeef. Want ik ben op 4 maanden tijd toen 15 kilo afgevallen. En de komende 4 maanden heb ik ook nog altijd gezond gegeten, gesport en alles erop en eraan. En er was geen kilo niet meer afgegaan. En dat is heel deprimerend. En daarom ben ik dus eigenlijk beginnen opgeven. Volgende vraag. Welke thema's komen er nog allemaal voor in Taboeitnie? Superleuk gedaan, by the way. Dankjewel voor de complimenten. Ik heb heel veel leuke reacties gekregen op Taboeitnie. Dat het ook een veel volwassenere content is. En dat was ook hetgeen wat ik ergens zou creëren. Al wil ik ook deze Jamila niet volledig in de vuilbak gooien. Dus het is wel de bedoeling dat ik een mengeling blijf doen van wie dat ik hier ben en wie dat ik dan in mijn serie Taboeitnie ben. Welke thema's komen er nog voor? Wat hebben wij nog? Wij hebben nog seksuele behoeftes bij invaliden. Dus mensen die in een rolstoel zitten of gewoon een lichamelijke beperking hebben of een mentale beperking hebben. Die mensen hebben ook nood aan seks. Ik denk dat heel veel mensen denken dat mensen met een mentale of een fysieke beperking, dat die geen seks niet meer hebben. En dat is dus wel degelijk niet zo. Nu, wat gaan wij doen? Wij gaan eigenlijk naar een klantje van Malicious, waar we de eerste aflevering met Taboeitnie over gedaan hebben. En die klant wil heel graag praten over zijn leven, zijn ervaringen, seksuele ervaringen ook en zo. Dus dat gaat zeker leuk zijn. We hebben ook nog een jongen die dat eigenlijk redelijk zwaarlijvig is, maar door medische redenen. Die is vroeger altijd gepest geweest met die reden. Omdat mensen dan dachten van die een eet veel te veel en dit en dat. Maar sommige mensen zijn nu eenmaal dikker door medische redenen en niet omdat ze te veel eten. En dat wil ik ook een beetje eruit halen. Dat mensen dat ook weten van oké, als we iemand voller zien, moeten we niet direct beginnen judgen. Want het kan dus zijn dat die persoon daar zelf niks aan kan doen. Wat wil je graag bereiken tegen het eind van deze jaar? Mijn gewicht wil ik bereiken. Mijn streefgewicht wil ik bereiken. Wat wil ik nog bereiken? Ik weet het niet. Ik zit op een punt in mijn leven dat ik in een zware spirituele ontwakening zit. En dat ik zelf even niet meer weet wat ik wil. Er zijn mensen dat in hun leven doorgaan, spirituele ontwaking. Er zijn mensen dat nooit gaan doorgaan. Maar ik zit er middenin. En dat gaat gepaard met depressies. En dat gaat gepaard met de wereld anders bezien. En dat is iets waar je ook nooit meer kunt terugdraaien. Dus ik zit daar echt middenin al een tijdje nu. Ik weet het niet. Ik laat het op mij afkomen waar het er komt. De depressies waar ik nu mee zit zijn wel redelijk heftig. Omdat ik geen kracht niet meer vind om iets te doen in mijn leven. Dus ik heb zoiets van, ik weet het niet meer, snap je? Ik heb het jaren geweten, ik heb het jaren gedaan. Ik heb enorm hard gewerkt, jarenlang in een stuk. En nu zit ik precies zo in een buh. En het is geen burn-out, het is echt een spirituele ontwaking, maar yeah, I'm not finding my way, snap je? Dus dat is wel heel belangrijk dat ik dat terug begin te vinden. En dat ik vooral mijn eigen push om dingen te doen die ik normaal gezien niet zou doen. Dus ik denk dat je niet wilt weten hoe lang dat het heeft geduurd voordat ik hier nu zat om deze video te maken. Dat was een heel traject dat ik door moest gaan in mijn hoofd voordat ik hier kon zitten en kon beginnen filmen. Dus ik kan maar zeggen, het is heel vermoeiend in mijn hoofd allemaal. En ik wil zeker geen negatieve vibe doorgeven, maar we moeten ook gewoon realistisch zijn. En veel mensen zullen zeggen, ja, maar dat is al 2, 3 jaar zo. Dat is ook al 2, 3 jaar zo. I'm not lying about it. En ik kan nog altijd lachen en ik kan nog plezier hebben, maar ik heb in heel veel dingen geen plezier niet meer. Ik zie geen toekomst niet meer. Ik zie geen, ja, gewoon geen goede vibe. Maar
Daar komen we uit en daar geloof ik ook wel in. En ik denk trouwens dat heel veel mensen op deze moment daar ook mee kampen. Hoe sta je momenteel in het leven en wat hoop je dat er verandert in de toekomst? Voilà, dat is eigenlijk exact hetgene wat ik je allemaal heb gezegd. Nog veel met spiritualiteit bezig. Zo ja, met welke dingen en hoe pak je het aan? Ah, wel een pak minder. Omdat ik dus inderdaad nergens geen zin meer in heb, zit ik zelfs op het punt dat ik ook mijn meditaties niet meer doe. Ik heb dat nu gisteren voor de eerste keer terug gedaan, even gemediteerd en ik had dat echt nodig. Zoals dat iedereen dat nodig heeft. Iedereen heeft mediteren nodig en dat zou echt een vak op school moeten zijn. Zoiets, om de mind van de mens leeg te maken en klaar te stomen voor de volgende shit dat erin moet komen eigenlijk. Dus nee, ja, het is, ik heb het niet meer gedaan. Manifesteren doe ik op de volledig verkeerde manier, ik weet dat ook. Ik weet hoe ik juist moet manifesteren, maar als je het zelf niet meer gelooft, dan is het heel moeilijk om iets positiefs te manifesteren. En aangezien dat mijn mind op een negatief punt zit nu, is het moeilijk voor mij om positiviteit in mijn leven aan te trekken. Ik blijf erbij dat ik mij omring in situaties die dan niet gezond zijn voor mij. Daar moet ik dus uit. Dat is een patroon doorbreken en dat moet ooit gebeuren. Wanneer? Ik heb geen idee. Misschien als ik sterf. Je mening over de apenpokken? Ja... Ik ga hier weer een heel debat starten, maar ja, corona, vaccin, apenpokken, dat is één groep van dezelfde mensen dat hij creëert, zal ik maar zeggen. Bij het vaccin of bij de booster van corona of van COVID is het heel duidelijk gebleken dat ze de bevolking begonnen te verliezen. Na de derde prik begon iedereen een mening te hebben van dit is te ver, dit is erover. Ze zijn mensen verloren daardoor, waardoor dat ze eigenlijk geen griep niet meer hadden. En vanaf dat ze geen griep niet meer hebben, dan laten ze voor wat dat is. Want ineens was dat ook weg. Ik weet niet of iemand dat beseft heeft, maar ineens was al die commotie er rond gedaan. Dat was niet meer elke dag opnieuw. Mondmaskers moesten niet meer. Iedereen kon terug leven zoals dat een wou. Van de ene dag op de andere. En dan in één keer... Een paar maanden later zijn het de apenpokken. Allee ja, sorry, maar hoe naïef gaat het nog zijn om dat te geloven? Ik zeg niet dat de apenpokken er niet zijn. Dat heb ik ook nooit over corona gezegd. Ik zeg dat de apenpokken er niet geweest zouden zijn als die mensen dat ook niet gecreëerd zouden hebben. Dus ze zijn gewoon weer al iets aan het zoeken om de controle over ons te hebben, om de bevolking te verkleinen en om meer macht te kunnen uitoefenen op gewone burgers. Dat is hetgene wat er aan het gebeuren is. In mijn opinie zijn de apenpokken ook gewoon fucking verzonnen door een stelletje apen. Hoe gaat het nu echt met u? Dat heb ik u juist ook al ergens uitgelegd. Het gaat niet super, super goed. Ik probeer positief te blijven denken. Ik overleef elke dag en zo leef ik dus ook. Ik leef precies in een jungle, letterlijk. Als in ik probeer elke dag te overleven. Maar dat is gewoon mentaal. Dat is gewoon mentaal. Zit dat even niet goed. Ik besef te veel. Ik zeg het, een spirituele ontwaking is dat je dingen begint te zien hoe dat ze echt zijn. En ik begin... veel te hard te zien hoe dat de wereld echt is. En dat is heel vermoeiend. Omdat de mensen rondom je meestal dat niet zien. En er zijn mensen die ik ken die dat ook een spirituele ontwaking zijn doorgegaan. En die dat dus dezelfde mening als mij delen. Maar dat zijn er niet zoveel. Op een schaal van zijn dat er echt niet veel. Dus je voelt je alleen, eenzaam, bekritiseerd. Je voelt je buitengesloten, depressief daardoor. Vanaf dat je ziet hoe dat het echt is, kun je dat ook nooit meer ontzien. En dat is ergens heel vermoeiend. Maar ik ben ook ergens dankbaar dat ik het wel kan zien. Snap je? Hoeveel procent ben je gelukkig met je leven op dit moment? Maar dat gaat iets allemaal over mijn leven, like bro. Hoeveel procent? Ik denk dat ik op een punt van 30, 35 procent zit of zo. Ongeveer. Hoe dat ik het nu zelf voor mijn eigen bekijk. Dat is niet veel. Dat zou 80% moeten zijn, of 90, of 100, maar 100 is nooit mogelijk volgens mij. Waarom plaats je zo weinig video's nu? Dat is eigenlijk ook dezelfde reden. De reden dat ik weinig video's plaats is omdat ik gewoon... mijn depressie neemt mijn creativiteit over, waardoor dat ik dus geen ideeën meer heb. Ik heb geen ideeën meer. En ook al kunnen mensen tegen mij zeggen van maar dat is een goed idee, en dat is een goed idee, en dat is een goed idee. Ik heb niet de fut om dat uit te werken. Ik heb niet de fut om daar iets mee te doen. Ook al zou ik kunnen denken van oké, eigenlijk is dat wel een goed idee. Vanaf dat het mij iets te veel moeite kost tegenwoordig, is het van pff, nee, laat maar. Snap je? Als je een relatie zou hebben met jezelf, voor welke redenen zou je het dan uitmaken? Dat vond ik echt een super goede vraag. Op dit moment zou ik het uitmaken voor alle redenen. Dus gewoon wie dat ik op deze moment als persoon ben. Zou ik mijn eigen 100% dumpen?
Ik ben heel wisselvallig tegenwoordig. Ik denk dat ik een beetje de symptomen van borderline vertoon zonder dat ik het eigenlijk heb. Maar ik kan heel vrolijk zijn en dan heel slecht gezien zijn. En dan kan ik zo hyperactief zijn en dan kan ik ineens precies gewoon dood zijn. Ja, snap je? Er is geen vaste basis voor mij nu. Ik ben echt gewoon all the way, all over the place. En dat kan op één dag kan ik 40 emoties vertonen, terwijl er waarschijnlijk niet eens 40 emoties zijn. Snap je? Ik zou niet kunnen samenleven met zo iemand. Dus dat is een van de redenen waarom ik mijn eigen zeker 100% zou dumpen. Vind je het soms niet ambetant dat iedereen je leven kent? Ja, misschien wel. Ook wel de reden waarom ik dan nu wat afstand heb genomen en even mijn eigen heb uitgezocht. En dat ik... Het is wel een ja, rustgevend ergens, om na al die jaren dat ik dan bezig ben, we zijn al 8 jaar verder ondertussen, is dat wel heel rustgevend om te weten dat de laatste maanden niet veel mensen iets aan mijn leven hebben geweten. Terwijl ervoor, ik vlogde elke dag, iedereen wist waar ik elke dag in ging, wat ik deed, waar ik aan had. Allee ja, of dat mijn haar een dag gewassen was of niet, snapte? Dat zijn allemaal van die kleine stomme details, maar mensen wisten dat ook allemaal wel. En nu is dat wel even een rust geweest voor mij, om te weten van niet iedereen hoeft nu alles van mij te weten. En ik vind dat zeer rustgevend. Ook met die nieuwe serie, dat boeit niet, is dat ook niet nodig dat jullie iets van mij weten. Want de serie gaat in principe over andere mensen en ik ben eigenlijk gewoon de interviewer, snap je? Dus ik, op die manier duw ik mezelf ook iets meer op de achtergrond en dat vind ik wel ergens een fijn gegeven of zo. Begrijp me niet verkeerd, ik heb de voorgrond altijd leuk gevonden. Hè. Ik heb daar ook jaren gedaan, ik heb altijd op de voorgrond gestaan op mijn eigen kanaal. Maar ik vind het niet erg om dat af te geven. Ik denk wel dat ik het zo'n random pianonoot ertussen. Ja, dat ik daar het meeste mee heb gehad of zo. Mee op de voorgrond te staan. Hangt er vanaf wat er nog op mijn pad komt. Als een of andere productiehuis ineens zegt van Jamila, wij willen met u een programma waarin jij dan hoofdrol zit. Ja, tuurlijk kan ik dat doen, snap je? Dus langs een andere kant hangt er vanaf wat er nog op mijn pad komt. Dat weten we nooit en we zien wel. Heb je bepaalde toekomstplannen die je graag zou willen delen met je kijkers? Ik heb dat misschien al vaker gezegd, maar ik zou heel graag gewoon een eigen bedrijf starten dat losstaat van mijn social media. Dat kan een online bedrijf zijn, dat kan een fysiek bedrijf zijn, dat kan eerst een online en dan een fysiek bedrijf zijn. Maar ik wil wel degelijk iets opstarten. Het probleem is gewoon, ik ben er dus achter gekomen dat ik ADD of ADHD heb. En dat ik gewoon, mijn brein is niet in staat om dingen af te werken. Dus ik begin altijd met iets en dat zullen heel veel mensen gemerkt hebben over de jaren heen. Van dat ik zeg van, ik ga starten met dat project en dat je daar nooit iets van gezien hebt. Dat is omdat mijn hoofd is... ik kan dat niet aan. Mijn hoofd is niet in staat om iets te beginnen en iets af te maken. Ik ben een heel snel een opgever op dat vlak. Ik kan daar zelf niet aan doen. Dat is gewoon hoe dat mijn brein werkt. Maar ik heb wel geleerd dat ik misschien iets minder snel tegen jullie moet zeggen van binnenkort komt dat, of komt dat, of komt dat. Terwijl ik eigenlijk zelf nog niet weet of ik dat echt ga doorzetten. Daar probeer ik rekening mee te houden, zodat jullie daar geen last van ondervinden. Want in mijn hoofd is dat echt chaotisch. En is dat constant van, ik kan daarmee starten, en daarmee starten. Soms zit ik hier achter mijn bureau en dan wil ik muziek maken. En dan begin ik met een liedje. Dan ben ik 2-3 uur verder en dan denk ik, ik vind het toch niet goed, bam. En ik verwijder dat allemaal. Terwijl het eigenlijk wel goed was. Wat doe ik dan? Dan begin ik opnieuw. Maak ik een ander liedje? 2-3 uur later, toch niet goed. Bam, alles weg. Terwijl dat wel 6 uur aan tijd is dat ik daarin heb gestoken. Met wat afwerking was dat goed geweest. Maar mijn brein zegt gewoon ineens, nee, klaar. Stop. Dus dat is heel vermoeiend. Dat is heel vermoeiend en jammer ook. Want ik ben wel heel creatief ingesteld en ik wil dat ook kunnen uiten en ik wil dat vooral kunnen afwerken. Hoe gaat het met je mama? Goed, daar ben ik de laatste weken ook redelijk intensief mee bezig geweest, omdat mijn mama zit nu in een bepaald revalidatiecentrum, maar wij hebben besloten met de familie om ze te verplaatsen naar ergens anders. En ik ben eigenlijk degene die dat alles zo wat in orde heeft gemaakt qua papieren en overzetting en dit en dat. Dus daar zijn we nu mee bezig dan en binnenkort gaat ze dan verhuizen. En we kijken er allemaal wel enorm naar uit, omdat dat ook een iets betere plaats voor haar gaat zijn, denken we. En ook dichter bij iedereen, zodat we ook nog meer op bezoek kunnen gaan. En dus daar ben ik ook wel de laatste weken wat intensiever mee bezig geweest. Wat voor onderwerpen zou jij nog interessant vinden voor Dat Boeit Niet? Ah wel, wat ik nog interessant zou vinden, is ik zou heel graag iemand interviewen die dat ooit een moord heeft gepleegd. Dus als je zo iemand kent, of je bent zelf zo iemand, geef je dan even aan bij de politie en kom daarna aankloppen voor een interview. Lijkt mij super interessant. Dat zijn niet echt zo de dagelijkse mensen dat je tegenkomt.
En lijkt me enorm interessant om iemand te interviewen dat hij heeft gedaan. Natuurlijk iemand die daar niet meer in de gevangenis zit, uiteraard, maar die dat zijn straf daar al voor gezeten heeft. Dus dat zou tof zijn, moest ik zo iemand aan de haak kunnen slaan. Voor de rest, ik zeg het gewoon taboes. Mensen, ja, dingen die dat je niet dacht. Mensen die dat bijvoorbeeld aan partnerruil doen, of mensen die dat van die rare fetischen hebben, hoe dat wij het dan raar noemen, hè? Maar rare fetischen zoals hondenpakjes dragen en zo rondwandelen gelijk een hond met een les buiten in de speeltuin en zo. Snap je zo van die dingen? Allemaal welkom, allemaal welkom. Heb je ooit het gevoel gehad dat je geen uitweg had en hoe ging je ermee om? Dat is een beetje exact als alles wat ik al heb verteld ondertussen. Ik voel nu even geen uitweg. Hoe ga ik ermee om? Ik incasseer dat gewoon en ik probeer het positiefste er toch uit te halen. Oké, ik heb hier iemand die dat zegt. Ik ben een jongen van 16 die kousenbroeken draagt en jurken. Is dat raar of niet? Nee, dat is niet raar. Voor de maatschappij is dat misschien raar en is dat een taboe. Maar dat is niet raar. Als dat hetgene is waar jij je eigen het beste in voelt en jij hebt zoiets van, dat maakt mij gelukkig. Ik word niet gelukkig van een jeansbroek en een losse flodder t-shirt. Dan moet jij gewoon dragen wat jij wilt dragen. Ongeacht wat andere mensen denken of zeggen. Gaan daar in deze maatschappij commentaren op komen? Ja, 100%. Mensen gaan je daar hoogstwaarschijnlijk mee uitlachen. En mensen gaan zeggen dat je raar bent en weet ik veel wat. Laat dat niet op bij u komen gewoon. Jij weet wat je waard bent. Jij weet wat jij wilt in je leven. Wil jij jurkjes, kleedjes, rokjes, zelfs make-up dragen? Maakt dat niet uit. Let's do it. Doe dat gewoon. Doe gewoon waar jij gelukkig van wordt. Als je zou moeten kiezen tussen echt vlees eten of het coronavaccin, wat kies je dan? Dat is een hele moeilijke. Maar ik denk dat er niks op aarde is waar dat ik meer anti naar ben dan het coronavaccin. Nu, het ding met deze is wel, als ik echt vlees eet, dan doe ik er anderen mee pijn. En als ik een coronaspuit laat zitten of een vaccin, doe ik enkel mezelf daarmee pijn. Dus het is een hele dubbele. Ik zou zeggen, dan eet ik toch liever eens een stukje vlees. Maar dan ben ik egoïstisch aan het praten. Terwijl dat vaccin is only harm to myself. En vlees eten niet. Dus ik denk dat ik denk toch voor het vaccin zou kiezen. Ik kies voor geen een van beide, geloof me. Maar moest dat zo zijn, dan zou ik toch voor het vaccin kiezen. En de dieren rustig laten doen. Hoe lang is het geleden dat je seks hebt gehad? 3 minuten, 25 seconden. Zou je buiten de dieren dat je nu helpt nog dieren willen helpen? Ik wil vooral veel mensen erop attent maken dat we als mensheid gewoon veel meer dieren zouden moeten helpen. Ik alleen kan niet alle dieren helpen dat er zijn, snap je? Dus het enige wat ik kan doen is mijn verhaal doen naar anderen en hopen dat die dat kunnen opvatten op de manier hoe dat ik het eigenlijk bezie en dat die zelf ook iets hebben van oké, maar hier wil ik ook wel aan bijdragen op die manier eigenlijk meer een soort van community creëren van mensen die datzelfde denken en die dat dan ook andere dieren helpen. Je had ooit een video gemaakt die je na 5 jaar zou beantwoorden. Wanneer is dat? Die video is nu momenteel, denk ik, 2 jaar geleden. Dus nog 3 jaar te gaan. Ik heb nog tijd om mijn leven op point te zetten. Want ik heb geen goesting om op dat moment gelukkig te zijn en dan 5 jaar daarna tering ongelukkig. Dat is niet de bedoeling. Als je 1 taal volledig kon beheersen, welke taal zou het dan zijn? Spaans. Spaans is wel een taal dat ik echt zou willen kunnen. Ook omdat ik er later wil gaan wonen. En ook gewoon omdat dat een hele mooie taal is. Dus. En ook een taal die echt nog in redelijk veel landen gesproken wordt. De domste koop van je leven. Vorige week in een action. De een zei tegen mij van ja, hier is zo'n klein bedje voor gastje, voor in de zomer. En dan dat is voor, ja, dan kan je er zo in gaan liggen. Pak dat mee voor €1 en ik klits. En nu blijkt dat je dat dus, dat is een schijf op de grond. En dat heeft constant water nodig. Maar ja, dat is tering duur als je dat heel een tijd moet aanzetten. Dus dat heeft constant water nodig. Je stikt die darm erin en dan spuit er zo wat water langs de zijkanten uit. En ik had echt zoiets van, Jesus, ik kon hier niet een hele dag een kraan voor laten lopen voor dat fucking klein dingetje. En mijn hond, ja, ik zit hier er zo in en die kijkt zo naar mij en die wandelt er terug uit. Dus dat was echt een heel slechte aankoop. Maar ja, het kostte nou ook niet veel geld. En mensen, dat was ineens de laatste vraag voor vandaag, hè. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Dat jullie iets hebben van oké, we hebben Jamila terug een klein beetje beter leren kennen in deze periode. En ik ga mijn best doen om terug meer te plaatsen. En om altijd eerlijk naar jullie toe te zijn natuurlijk. Dat is ook een belangrijke. En ik hoop dat de mensen het ook een beetje een kans willen geven. En het ergens kunnen begrijpen dat niet iedereen altijd als een robot jaren aan een stuk kan blijven gaan.
En dat ik er ook niet op afgestraft moet worden, snap je? Want ik hoor vaak van, ja, maar je doet niks niet meer. Maar ja, jullie weten niet wat ik altijd heb gedaan. Jullie zien de resultaten, maar jullie zien het werk daarvan niet. Dus voor de mensen die dan direct beginnen te bashen, probeer gewoon na te denken dat deze emotioneel redelijk zwaar kan zijn, of mentaal. En dat dit kan creëren waar ik eigenlijk nu in zit. Dus ik hoop gewoon dat de mensen het nog een herkansing kunnen geven en zoiets hebben van oké, we gaan gewoon nog eens een keer kijken wat ze doen. Just give it a chance. Weet je wel, iedereen verdient 500 nieuwe kansen. Dus mensen, dank je om te kijken naar deze video. I love you guys. Ik heb jullie gemist en ik hoop jullie snel weer terug te zien. Een dikke kus. Mwah.